topnemers. Iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam praten we met de voorhoede van Nederland. Meestal komen ze aan onze studio, maar de eerste gast van vandaag, daar was dan een klein beetje te ver voor. Paul Buitink, goedenavond bij ons. Hoe laat is het bij jou? Het is 3:05 's middags. En waar zit je? Ik zit in Quito, Ecuador. En waarom zit je daar? Ik ben hier voornamelijk voor de liefde naartoe gegaan. Kijk, dat is een mooie reden. Maar je houdt wel contact met Nederland, hè? Want iedere donderdag bijvoorbeeld heb je een programma via Google Hangouts, wat ook via Fast Moving Targets te zien is, waarin je de mensen bijpraat over recente ontwikkelingen op het gebied van Bitcoin. En dat is voor een Nederlands publiek. Waarom blijft het Nederlands publiek voor jou toch belangrijk? Ja, om meerdere redenen. Ik ken het Nederlands publiek goed en ook het Nederlands systeem en wat er allemaal gebeurt. En op het gebied van Bitcoin, wat toch mijn passie is, gebeurt er niet heel veel hier in Ecuador, kan ik je zeggen. Het was zelfs enige tijd verboden, alhoewel nu blijkt dat het misschien toch wel weer toegestaan is. Dus als het gaat om Bitcoin en dat soort ontwikkelingen, moet je toch echt in Amerika of Europa zijn. En met name Nederland loopt erg voor op de rest. Dus daarom blijf ik graag betrokken bij Nederland als het gaat om Bitcoin. Ja, wanneer was het? Een jaartje geleden denk ik dat we het een keertje een uitzending over Bitcoin helemaal hadden. Nou, langer. Langer? Toen kwam Stekel tijdens de uitzending erachter dat hij ook zelf nog Bitcoins had. Ja, heel weinig gekocht ooit en die waren toen heel veel geld waard. Ja, ik bleek er ooit een stuk of 10 of zo gekocht te hebben voor $20. En in de uitzending kwam ik erachter dat ik die inderdaad had. Ja. En die waren toen 500 waard of zo. Best ja. Goed. Ja. Hey, wat je ziet gebeuren, hè? Je hebt al die mooie hype cycles waar mensen altijd mee komen. Als je naar Bitcoin kijkt, in welke fase zitten we daar? Ik heb het gevoel dat we nu in de teleurstellingsfase zitten als het over Bitcoin gaat. Nou, als je kijkt naar de prijs, dan zullen veel mensen zich wat teleurgesteld voelen. Met name de mensen die het kochten toen het echt een tijdelijke piek bereikte eerder dit jaar. En vlak voordat Mt. Gox onderuit ging. Nu is de prijs zo rond de $340. Maar goed, daar focus ik me niet primair op. Ik kijk gewoon naar het gebruik. Hoeveel mensen gebruiken het, hoeveel winkels accepteren het, hoe ontwikkelt het zich. En daar zie je gewoon elke dag alleen maar groei. Dus wat dat betreft, we zitten nog heel erg in de beginfase. Het is absoluut nog een kleuter. Het is geen baby meer, maar het is zeker nog geen tiener. En er moet nog heel veel worden gedaan om het gebruiksvriendelijker te maken en om het mensen te laten begrijpen. Om die reden ben ik ook aan de slag gegaan als marketingmanager bij de eerste Nederlandse Bitcoinbeurs, clevercoin.com. En daar maken we het heel makkelijk voor mensen om Bitcoins te kopen, verkopen en bewaren. Ja, Paul, je zegt het wordt steeds makkelijker om te gebruiken. Nieuws van gisteren dat de Nederlandse payment service provider Adyen deze maand of anders volgende maand ook Bitcoin gaat toevoegen aan zeg maar de betaalmogelijkheden die zij bieden aan hun klanten. Hoe belangrijk is zoiets voor de acceptatie van Bitcoin? Ja, grappig. Ik zag het gisteren ook in de presentatie van Adyen bij Holland Fintech afgelopen vrijdag in het ABN AMRO Dialogues House. En ja, het is alleen maar goed als dat soort payment platforms het ook gaan toevoegen aan hun lijst van betaalmogelijkheden. Want zij staan natuurlijk in contact met allerlei merchants wereldwijd. Dus hoe meer van dat soort meta-platformen het toevoegen, hoe beter het is. Maar met name ook zaken als Microsoft, die vorige week aangaf het ook te gaan accepteren. Dat schiet natuurlijk heel erg op. En in Nederland hebben we meer van dat soort bedrijven nodig. We hebben in Nederland natuurlijk thuisbezorgd.nl. Als groot bedrijf die het accepteert. Maar ook in Nederland moeten we eigenlijk nog iets meer van dat soort grotere bedrijven zien. Bijvoorbeeld bol.com zou heel fijn zijn. Of Coolblue. En regelmatig bestookt de Nederlandse Bitcoin gemeenschap dat soort bedrijven met tweets en berichtjes om ze wakker te houden. Ja, Paul, jij noemt jezelf monetair activist. Wat moet ik daaronder verstaan? Ik vind het een mooie titel. Ja, waar noem ik mezelf zo? Op Twitter waarschijnlijk of zo. Ja. Twitter bio. Ja, moet je af en toe updaten, hè? Dat weet je. Ja, ja klopt. Ja. Ik ben vrij actief, dus op zich kun je me activist noemen. Nee, ik behalve de podcastshow die ik iedere donderdagavond doe. En dank nogmaals ook voor het hosten van deze show op Fast Moving Targets. Doe ik nog heel veel interviews ook met politici, met bankiers, met mensen over geld. En vorig jaar heb ik een grote conferentie georganiseerd in Rotterdam over de toekomst van het geld. En daar kwamen 350 man op af. Volgend jaar ga ik er weer een doen. Dus ik ben ook vrij actief met het
ja, met het verspreiden van kennis en ideeën over hoe we ons geldsysteem ook zouden kunnen inrichten. En voor mij is Bitcoin een heel leuk experiment. En daarvoor zat ik heel erg met goud en ook met andere zaken. En ik blijf gewoon mijn blik open houden om te zien hoe we het geldsysteem met z'n allen beter kunnen maken. Ja, maar een activist die strijdt meestal ook ergens tegen, hè, en is bereid daarvoor op de barricades te gaan. Wat maakt jou zo gemotiveerd om iets aan dat monetaire systeem in Nederland te veranderen? Nou, ik wil graag dat het geld weer, dat het slimmer en eerlijker wordt en beter. En met name voor mij was een wake-up call, de crisis. Ik zag het aankomen, want ik al bij een bank, toen even kort bij een bank werkte. Dus ik was bezig om die bel op te blazen toen ik bij die bank werkte. En toen het misging, toen dacht ik, dit is eigenlijk helemaal geen goed systeem. Dat moeten we niet willen met z'n allen. En toen ben ik gaan lezen en dacht, ik wil graag gaan bijdragen aan een verbetering hiervan. Want dit leidt tot heel veel schade en heel veel oneerlijkheid. En dat is gewoon niet wenselijk als je als samenleving vooruit wil gaan. Hey, maar als je zegt, we stoppen ook veel tijd in het uitleggen aan mensen wat het nu is, dat kost mij nog steeds moeite. Dus kun jij me nog een keer een handje helpen? Wat is het belangrijkste ervan anders dan een betaalmiddel? Ja, nou, een aantal belangrijke eigenschappen van Bitcoin is dat het decentraal is. Dus om even kort samen te vatten, Bitcoin is een technologie en ook een munt. Een munt die technologie feitelijk mogelijk maakt. En Bitcoin draait op een blockchain. Een blockchain is een gedeelde database, een gedeeld grootboek, wat de mensen die Bitcoin gebruiken onderling met elkaar delen. Dus mensen hebben een kopietje van het grootboek op hun computer staan. Dus vergelijk het een beetje met BitTorrent als het gaat om file sharing. Dus mensen delen een grootboek waarin die transacties worden verwerkt. En mensen betalen elkaar via adressen die cryptografisch beveiligd zijn. Dus het is decentraal opgezet. Mensen betalen elkaar peer-to-peer. En dat is natuurlijk een groot verschil met het systeem, met het eurosysteem, waarbij alles via banken en centrale banken gaat. En mensen dus vrij snel ook hun geld kwijt kunnen raken op het moment dat een rekening wordt bevroren of omdat je niet lief wordt gevonden. Dat hebben we natuurlijk talloze keren gezien. Hè? In Nederland hebben we een aantal banken gehad die failliet gingen, die ten nauw nooit werden gered. Maar in Cyprus werden hun rekeningen bevroren. We zien het in Oekraïne gebeuren. Iedere keer wordt geld gebruikt als een censuurmiddel door de grootmacht en door de mensen die aan de macht zijn. En met Bitcoin en varianten hebben we gewoon weer de macht over ons eigen geld. Doordat we ons geld zelf kunnen bewaren. En we niet meer slechts een vordering hebben op een bankbalans. Dat is een belangrijke eigenschap. Twee, het is wereldwijd. Dus je kunt het probeer maar eens geld over te maken van Nederland naar Ecuador. Ik raad het je niet aan. Dat kost een paar dagen en fees. En terwijl ik met Bitcoin betaal ik hier een designer in Argentinië vanuit Ecuador. En heeft hij het geld vrijwel direct. Dus dat zijn dus goedkoop, snel, decentraal. Dat zijn belangrijke eigenschappen. Ja, jij noemt de technologie. De technologie maakt Bitcoin mogelijk. Een vraag van Jochem Kolen op Twitter. Wat gebeurt er met Bitcoin als munt op het moment dat de grote Nederlandse banken bijvoorbeeld de onderliggende technologie adopteren? Verdwijnt Bitcoin op dat moment? Ja, het is allemaal wel leuk om dat te horen van banken, want die schermen daar een beetje mee de laatste tijd. Ik denk, ze omarmen vaak de technologie en niet de munt. En dat is denk ik vooral marketing van hun kant om te laten zien dat ze hartstikke innovatief bezig zijn en heel erg bezig zijn met dit soort nieuwe dingen. Maar de technologie van Bitcoin is het feit dat het een open source decentraal systeem is. Dus ja, succes bank om dat te implementeren. Ik zie wel veel banken nu kijken naar dingen als Ripple. Dus de banken zijn wel op zoek naar een pijpleiding, een soort infrastructuur waardoor ze sneller met elkaar geld kunnen overmaken. Maar dat is dan nog steeds wel in de euro of dollar of wat dan ook. En dat is nog steeds geld wat niet direct door jezelf wordt aangehouden. En een ander voordeel van Bitcoin is dat het van tevoren vaststaat dat er 21 miljoen van worden gemaakt in totaal. En met banken die kunnen uit het niets geld scheppen. Iedere keer als ze een lening verstrekken en met behulp van een centrale bank. Dus dat is ook een voordeel van Bitcoin. Dus als ik banken zo hoor praten, denk ik waarom ze dat ik denk dat banken ook wel graag sneller willen. Maar het is geen niet te vergelijken. Bitcoin of vergelijkbare munten zullen om die reden altijd, wat mij betreft, beter zijn dan als banken zelf dit soort technieken gaan toepassen. Hey, zie je, aan de ene kant zie je nog wel steeds de toename waar we ook over lezen. Bedrijven die het gaan gebruiken, gaan inzetten, et cetera. Heb jij informatie over
ja, gebruikers, zeg maar. Mensen, zit daar ook nog steeds, of dit moment, weet je daar iets van? Hoe neemt dat toe, dat mensen het gaan gebruiken als betaalmiddel bijvoorbeeld? Ja, dat is lastig te zeggen, want het is moeilijk om daar goede cijfers over te krijgen. Maar als je kijkt gewoon naar het aantal transacties, hebben we weer recent weer een nieuwe piek gehaald. Maar goed, hoe meet je dat? Mensen kunnen, als jij en ik elkaar 10 keer bitcoins in en weer sturen, zijn dat 10 transacties. Dus dat is niet alles zeggen natuurlijk, maar het is een goede indicator. Puur kijk naar grotere partijen als Coinbase en blockchain.info, zie je dat ze miljoenen portemonnees al servicen. Kijk ik in Nederland, het groeit wat langzaam nu, denk ik. Een goede indicator bijvoorbeeld is een Facebookgroep waar ik mede admin van ben, Bitcoin Nederland. En tijdens de echte piek begin dit jaar hadden we wel 20 nieuwe leden erbij op een dag soms, terwijl we nu mondjesmaat bijkrijgen. Er is zeker nog wel heel veel te doen. Kijken we bij Cliffcoin, bij de beurs, hebben we nu tegen de 3000 geregistreerde gebruikers. En ik vergelijkbare partijen in de markt hoor ik dat het groeit, het blijft maar doorgroeien, maar het is niet meer zo snel als dat het eerder was. Dus wat dat betreft hebben we nog wat enorm te doen. Hey, wat concludeer je daar dan uit? Ik zei een tijdje geleden tegen iemand, toen we in een forumdiscussie zaten, volgens mij zijn heel veel mensen erin gesprongen, omdat iedereen dacht dat je heel snel even heel veel geld kon verdienen met bitcoin, want die koersen die stegen alleen maar. We zijn nu terug naar een niveau waarbij mensen er eigenlijk alleen maar instappen als ze erin geloven. En dat zijn natuurlijk veel minder mensen. Deel jij die visie? Sorry, je viel heel even weg, zag ik net. Kun je nog even herhalen? Nou, dat de hoos aan mensen die erin stapten vorig jaar natuurlijk kwam doordat mensen dachten dat ze heel snel geld konden verdienen. De mensen die nu eens met bitcoin gaan doen, die willen echt wat veranderen aan het bankensysteem. Klopt. En geloven er ook echt in. En dat zijn er natuurlijk veel minder. Toch? Je ziet dat er veel mensen... Zou jij dit? In ieder geval doen wat ze gewoon net... Ja, dit gaat niet meer. We maken even een nieuwe verbinding, zegt... We leggen even opnieuw een verbinding met Ecuador. Dat ging eigenlijk ook te goed voor je. Ja, ik dacht, het kan toch niet zo zijn dat je met Ecuador zo'n verbinding hebt en je gewoon zo zit te kijken. Hey, maar weet je, ik had op een gegeven moment... Heb ik er ook eentje gekocht, hè? Ja, op het hoogtepunt van de markt. Ja, het duurste, ja. Story of my life. Maar het is nog veel erger. Je hebt ook wel eens belegd, toch? Ja, als ik virtueel ben ik ook al een tijdje heel rijk geweest. Maar goed, toen niet uitstappen. Ik dacht, er was zo'n dienst. En dan kon je het met een papiertje ook thuis gestuurd krijgen. Zodat je dat nummer hield. Ja. En pas ging ik zoeken, maar ik kon helpen. Ik heb een papier. Ik kan niet meer vinden. Papiertje. Dus je bent je bitcoin ook nog kwijt. En dat bedrijf waar ik gekocht had, is failliet. Dat is mijn ene bitcoin. Dus ik ben er heel blij mee dat die bitcoin nu maar weer gewoon in ieder geval op zijn minst minder waard is. Ja, dat is dan toch weer $320. Ja, weggegooid bedoel je. Ja, ja, nee, dat is wel zonde. Maar dat is... Ja. Hey, ik denk dat Ecuador verdwenen is. Zullen we alles even afsluiten, verder gaan met het volgende onderwerp en straks daarna nog even proberen of Paul er nog is en even bij hem terugkomen? Hallo, ja. Ja, we gaan nu even eerst wat anders doen. Ja. Ja, ik ben nu maar overgaan op een andere verbinding, want dit sorry voor de... Het is vandaag, ik weet niet wat er gebeurt, maar hij houdt het niet goed vol. Niks aan te doen, man. Het eerste stuk was hartstikke goed en die houden we erin. Ja, oké. Okay. Ik blijf wel gewoon lekker luisteren en als je nog een vraag wil hebben later dan willen stellen, dan hoor ik het aan. Oké. Is goed, man. Hartstikke bedankt. Wordt vervolgd.